Later. Um, volgende vraag die zich uh, vervolgens opdringt. Uh, als die jongens dus in rechten uh, zijn uh, verschenen, uh, zijn geconfronteerd met de strafwijs van de officier van justitie. Uh, en met de telastellegging luidend voorwaardelijk opzet tot doodslag. Is van wordt er bij de hele rechtspleging, wordt er met name bij de berechting. Van de daders wordt er dan rekening gehouden met de jeugdige leeftijd. Het ging hier om een zevental uh, jonge jo jongens van zo'n 15 tot 17 jaar oud. Legt dat gewicht in de schaal? Uh, ja, dat legt wel zeker gewicht in de schaal. En dat was zowel vroeger als nu in een uh, systeem, eigenlijk wat deels hetzelfde is. En deels toch ook weer anders is. Zowel vroeger als nu uh, werkte men met leeftijdsgrenzen. Ik zal het even voor u op het bord kalligraferen, hoe het ongeveer zat. De situatie vroeger, hè, we gaan opnieuw even terug naar uh, de middeleeuwen, zo omstreeks uh, 1500. Had je, uh, als dit de, de leeftijdslijn is, werden er twee punten op afgezet. Zeven, het zevende levensjaar en het veertiende levensjaar. Uh, mensen onder zeven jaar, die werden geacht niet uh, te moeten worden bestraft. Mensen onder zeven jaar, die golden, ik zal de Latijnse term even op het bord zetten, als doli in capax. Zijn er die Latinisten in de zaal? Niemand? Allemaal gewone mensen? Oké, okay, in k daar komt ons woord incapabel vandaan. En dit betekent, dolus betekent opzet. Mensen tot het zevende levensjaar worden niet in staat geacht... ...een boosaardig opzet te kunnen vormen. Mensen voor het zevende levensjaar worden niet in staat geacht... ...goed van kwaad te kunnen onderscheiden. En voor zover ze dat al zouden kunnen kunnen ze hun gedrag daar niet op afstemmen. Daarom moet je mensen tot het zevende levensjaar, zei men vroeger, niet straffen. Vanaf het veertiende levensjaar wordt men doli capax. Dat vermoeden u waarschijnlijk al. Doly capax dus betekent dat je dan wel in staat bent tot het uh, vormen van een kwaadaardig opzet. Dan ben je wel in staat. Om goed van kwaad te kunnen onderscheiden. en ook je gedrag daarop af te kunnen stemmen. Dat betekende dat men vroeger vanaf het veertiende levensjaar. Uh, in aanmerking kwam om te worden gestraft. als je een strafbaar feit had gepleegd. Net zoals de volwassenen. Dus vanaf het veertiende levensjaar. begint het strafrecht te lopen. en dan maakt men geen onderscheid. of men nou veertien is of 44. Maar de tussenliggende categorie dan, 7 tot 14. 7 tot 14 ging men in vroeger tijd vanuit. Dan moet de rechter moet zich een oordeel vormen. De rechter moet zich voor die categorie een oordeel vormen. Van ja, heb ik hier te maken met iemand die duidelijk nog doli in capax is? En dan moeten wij die persoon niet straffen. Of hebben wij hier te maken met iemand die toch reeds wel... ...dat kwalijke opzet kan vormen. En dan moeten wij hem wel straffen. Dus die tussencategorie was een vaag gebied... ...dat de rechter zich een oordeel moest vormen... ...op grond van de ontwikkeling... ...de geestelijke zowel als de lichamelijke ontwikkeling... ...van de dader. En dan dus de balans moest door laten slaan... ...het zijn naar deze kant, het zijn naar die kant. Nou, dit model heeft eigenlijk altijd wel gegolden... Het werken met uh, vaste leeftijden. En het werken met, met bepaalde criteria die aan de rechter worden overgelaten. En pas in onze tijd is daar iets wat verandering in gekomen. Om te beginnen de leeftijdsgrenzen zijn veranderd. 12 jaar en 18 jaar. En dan geldt dus dat onder de 12 jaar zul jij nooit. Met het strafrecht in aanmerking komen, zullen in ieder geval nooit worden gestraft. boven het 18 jaar wel, maar het tussengebied, en dat is het novum, zoals dat in de 19e eeuw eigenlijk is gecreëerd. Het tussenliggende gebied is opgevuld met speciaal jeugdstrafrecht. Dus voor dat tussenliggende gebied is het niet langer zo dat de rechter, dus de ene kant moet opgaan of de andere kant. Het tussenliggende gebied is opgevuld met ja, speciale straffen en speciale maatregelen die zijn bedoeld voor de jeugdige dader. En die straffen en maatregelen staan voor een belangrijk, teken, staan die in, uh, voor een belangrijk deel in het teken van de uh, ja, resocialisatie, de verbetering van de jeugdige delinquent, zodat hij niet nogmaals in de fout zal gaan. Dus daar is een speciaal jeugdstrafrecht gecreëerd. En er moet ook nog bij worden gezegd dat deze grens van 18... die kan iets wat naar voren of naar achteren worden geschoven. En die kan ook op 16 worden bepaald of op 21 worden bepaald. Dus hij kan een stukje terug worden gezet. Ja, als je te maken hebt bijvoorbeeld met iemand van 17 jaar... die toch al heel erg bewust bezig is... Uh, was met hetgeen hij heeft gedaan, terwijl het dan bovendien om een zwaar delict ging. Dan kan de rechter zeggen we leggen de grens iets terug, zodat deze jeugdige delinquent toch in aanmerking komt voor het volwassenenstrafrecht. De rechter kan ook zeggen nee we schuiven de grens van 18 op naar 21, omdat we hier te maken hebben met iemand die nog wat achtergebleven is in zijn ontwikkeling, die niet heel goed wist waar hij mee bezig was. Dus dat is toch een beetje afhankelijk van de persoon van de dader nog steeds en ook van het aard van het delict. Dus leeftijdsgrenzen en een speciaal jongerenstrafrecht hebben wij tegenwoordig.